Welkom bij de videocast Iedereen Verandert. Mijn naam is Eduard van Brakel en we zitten hier met Hans Vermaak. Onderzoeker, adviseur, opleider en auteur van heel veel boeken. Ik ben associate partner bij de CEO, associate partner bij Twijnstra en Gudde. Een senior research fellow bij de NSOB. Het is nogal mondvol. En ja. Dan heb je ook nog prachtige boeken geschreven, waaronder Iedereen Verandert. Kan je daar wat over vertellen? Graag. Anderhalf uur lang. Precies. Ja, gaan ervoor, ja. Maar misschien wat wel leuk is om er in ieder geval over te vertellen, is dat het voor mij een ongebruikelijk boek is geweest. Omdat ik eigenlijk altijd dikke boeken schrijf voor vakgenoten. En dit eigenlijk het dunste boek is wat ik ooit geschreven heb. Het meest toegankelijke, maar ook het meeste in staat. Dus ook het breedst. Dus het had een beetje en het heeft ook een beetje de ambitie om alle belangrijke brokstukjes die je bij verandering nodig hebt. Everything you always wanted to know. But we're afraid to ask, achter iets. Om dat op een rij te zetten. Ja. Op een manier dat je niet na het denken van het boek, of het lezen van het boek, denkt, nou weet ik alles wel. Maar dat je wel weet, is dit wat voor mij? Smaakt het naar meer? Waar moet ik het zoeken? Ja, nou, dat hem. Ja, precies. Dus dat je de basis van veranderingen of de ingang zetten, dat je dat krijgt. Maar ja, als je het echt wil weten, dan moet je die dikke boeken ja, nog erbij pakken. Ja, dan ben je de rest van je leven bezig. Dan ben je de rest van, ja, ja, precies. En wat hoort bij een mooi vak. Ja, 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 ja. Nou, we gaan het erover hebben, over Iedereen Verandert. Mooi. En je begint volgens mij met een poging om de stand op te maken, toch? Ja, ik wil eigenlijk proberen om in één slide, eigenlijk in 5 à 10 minuutjes, het hele boek te vertellen. Dan hebben we dat gewoon gehad. En dan kunnen we daarna de stukken uitpakken. En nou, laat ik daar meteen mee beginnen. En ik wil het eigenlijk doen door 3 statements en daarna te vertalen van wat zijn dan logische componenten eigenlijk die je in het boek ziet. En het eerste statement is eigenlijk dat in de traditie eigenlijk van veranderen zit toch een beetje dat door management wordt opgezet voor een hele organisatie. Dus grote integrale trajecten voor een hele club. Dat de traditie van de veranderkunde is. En dat ik doe dit nu 30 jaar. Maar ook als je naar het onderzoek erover kijkt, dat eigenlijk niet verstandig is. Dus als je kijkt naar waar mooie veranderingen zijn gebeurd, of dat nou leefbare wijken zijn, of duurzaamheid, of onderwijsvernieuwing, of wat dan ook. Dat niet één monolithische toestand is, maar een optelsom van heel veel kleine veranderingen. En de metafoor die ik gebruik is dat het dus niet een soort mammoetanker is, maar een vloot van heel veel losse veranderingen die met elkaar samen optrekken. En wat dat mogelijk maakt, en dat is er belangrijk aan, is op het moment dat je een vloot hebt van veel kleinere veranderingen, dan kan je die allemaal lokaal goed krijgen, doordat je er zelf met je neus bovenop zit. Want een van de dingen, denk ik, waar we hebben geleerd dat het moeilijk is vanuit ver weg is dan, is het heel moeilijk om een verandering goed te krijgen, want je zit er gewoon niet dicht genoeg op. Ja. Dus het eerste is eigenlijk, transitie is meer een vloot dan een boot. En dat betekent dat vele mensen dat kunnen doen. Het is ook niet makkelijker om, het is makkelijker om een klein bootje even te sturen dan zo'n grote mammoetanker om die van koers te laten veranderen. Ja, bijvoorbeeld iedereen die bijvoorbeeld mooi gezeild heeft, die weet dat mooi zeilen met een laser valt ook niet mee met zo'n kleine boot. Nee. Alleen, dus het blijft wel mooi werk of zo, maar het is veel beter te doen omdat je de voeling hebt met wat er speelt. Nou, de tweede opmerking is eigenlijk dat op het moment dat je lokale verandering doet en je neemt de vraagstukken serieus waar je aan werkt, neem bijvoorbeeld onderwijsvernieuwing of een veilige wijk of een nieuw product, dan komt daar eigenlijk heel veel meer aspecten bekijken dan waar je voor doorgeleerd hebt. Sommige mensen hebben doorgeleerd in de bedrijfskunde, anderen in de HR en de derde in de psychologie. En vraagstukken zijn en psychologisch en HR en bedrijfskundig en ook nog politiek. Dus wat je merkt op het moment dat het vraagstuk leidend is in plaats van jouw functie, en je alles uit de kast wil halen wat er nodig is om dat voor elkaar te krijgen, dan moet je je vak eigenlijk heel breed maken. Dat je van alle markten een beetje thuis bent. Je rekt daarmee eigenlijk je professie op en de rest van je leven blijf je gewoon puzzelen en leren. Ja. En ik denk dat dat goed nieuws is eigenlijk. En het derde stukje, dus de eerste is het is een vloot. Het tweede is het is breed wat je moet kunnen. En het derde stukje is, op het moment dat je eigenlijk zegt dat heel veel mensen, ook gewoon in wijken of professionals,
de verandering zelf doen. En je wil daar houvast voor geven. Je hebt met de uitgever ook nog wel eens over gesteggeld. Dan zeggen ze, ja, maar als je een boek wil maken voor bij de Bruna, zal ik maar zeggen, voor iedereen, dan moet je een soort Change for Dummies maken. Dan moet je zeggen, er zijn 7 stappen naar geluk. En die moet je volgen en dan werkt het. En ik denk dat dat pervers is. Omdat goed onderwijs of een hele mooie maaltijd in een restaurant of wat je ook lokaal levert, dat is niet plat en dat is niet simpel. Dus op het moment dat je mensen zegt, het zijn gewoon 7 stappen die je moet volgen, dan stuur je eigenlijk mensen met een kluitje in het riet. Dus de poging van het boek en ook een stukje het verhaal van vandaag is eigenlijk complexiteit niet weghalen, maar eigenlijk toegankelijk maken voor heel veel mensen die dat als een deel van hun vak gaan zien. Ja. Nou, dat is eigenlijk de gedachte. En dat roept dan vervolgens wel op, ja, maar wat moet je dan allemaal weten? En dan is dat eigenlijk ook een beetje het tweede stuk wat ik kan vertellen hier. Het boek bestaat eigenlijk uit 3 delen. Dat zie je ook in de slide. En het zijn eigenlijk 3 schaakborden. Dat als ik kijk naar veranderingen die slagen, dat je eigenlijk altijd op 3 schaakborden of 3 arena's eigenlijk altijd tegelijkertijd bezig bent. En de eerste is, want daar had ik het net over, hoe kan je nou lokaal in een vraagstuk waar je zelf in zit, met direct betrokkenen, iets moois voor elkaar krijgen. Dus gewoon dicht op de praktijk, zelf handen uit de mouwen. Hè? De tweede is, hoe kan je dat doen in een omgeving die je daar een beetje in steunt, zodat het niet tegen de klippen op is. En dat is anders werk. Dat is niet iets mooi veranderen, maar dat is de omgeving meenemen dat het zo gek niet is wat je wil doen. Dus het eerste is lokaal, het tweede is context. En het derde arena is eigenlijk, je moet aardig wat van stal halen om die eerste 2 goed te doen. Is hoe groei je zelf als veranderaar dat je de bagage hebt om dat te kunnen doen. Nou, wat ik heel aardig vind bij deze is, als je jezelf hoort praten over de verandering die je doet, je zou bijna op dit moment vragen van, vertel gewoon eens tegen een ander iets over je eigen verandering. En je kijkt naar de taal die je gebruikt, dan weet je eigenlijk vrij snel op welk schaakbord je vooral zit. Want op het moment dat je het over we hebt, dan heb je het over het gezamenlijke. Dan heb je het over het eerste, wij zijn dit met elkaar aan het doen. Op het moment dat je het over ze hebt, we moeten ze meekrijgen, hè? Of ze willen niet, of ze zitten in de weerstand. En dan weet je eigenlijk meteen dat je eigenlijk op het tweede schaakbord bezig bent. Dan ben je niet meer met je eigen verandering bezig. Maar dan ben je of het meenemen van de context, of jij bent de context aan het geven aan anderen. Dus dat is niet de verandering zelf. Dat is niet meerwaarde biedend. Dat is voorwaarde scheppend. Ja. Ja? En het derde is, dan heb je het over ik. Ik ben gegroeid. Nou, het spannende is, en dat is eigenlijk een reflectievraag die eentje is om op te kauwen. Het is interessant bij jezelf af te vragen, als ik nou kijk hoe ik praat over veranderen, of als ik kijk met welke verandering ik bezig ben, op welk van die 3 velden zit je dan het meest? Ja, precies. Ja, staan maar onder eigenlijk. Maar wat betekent dat dan? Is iets goed of fout? Stel je voor, ik zeg dat het B is. De organisatie meenemen, condities scheppen. Ja, dat is fout. Dat is fout. Ja. Ja. Ja, dat is fout. En waarom is dat dan fout? Waarom is dat dan fout? Nou, kijk. En het is iets te kort door de bocht, maar wat, kijk. Je schept verschil met het eerste. Een concreet vraagstuk aanpakken. Beter onderwijs. Een mooier restaurantbeleving. Dat is A. Ja. Dat is niet, we hebben een managementplan gemaakt, we hebben condities geschept, we hebben een IT-systeem. Nee, we hebben iets gepresteerd. Dat is A. Bij A pak je een vraagstuk effectiever met betrokkenen. A schept waarde. Ja. B en C schept alleen maar voorwaarden. Dus je zou kunnen zeggen, als je A het dunst doet, heb je het paard achter de wagen. Precies. Gespannen eigenlijk. En wat je ziet is dat bijna iedereen heeft voorkeur voor bepaalde van die schaakborden. Bijvoorbeeld als iemand van de HR is, ik noem maar wat. Alleen heb ik altijd naar om grappen te maken over HR, ik weet niet waar dat komt. Die voor je het weet hebben het heel erg over als mensen groeien, groeit de organisatie. Het gaat over persoonlijke groei of zo. Ja. Dan zit je eigenlijk heel erg in te zetten op het derde schaakbord.
Als mensen groeien, groeit de organisatie. Ik weet niet of het waar is, ik denk het niet. Maar je zit in ieder geval heel erg op derde. Want mensen kunnen heel erg groeien, maar dat betekent nog niet dat ze de vraagstukken daarmee ook effectief aanpakken. Ze kunnen het ook als persoonlijke verrijking zien. Het maakt er pas een verschil als die groei ze omzet in dat eerste stuk. Ja. Nou, wat ik merk, voor heel veel mensen praten ze vooral over de tweede. De structuur is niet goed, de voorwaarden zijn niet fijn, het management heeft het niet begrepen. Het zijn allemaal voorwaardenscheppende dingen. En het pleidooi is hier eigenlijk, steek minstens de helft van je tijd in het naar je eigen hand zetten van je eigen omgeving, dus dat eerste, om daar iets te presteren. En verlies niet al je energie in die andere twee, want die zijn er alleen om te steunen. Dat is eigenlijk de korte versie. Ja, dat is wel grappig. En je zei net ook, dat het, je bent eigenlijk beter gelijk, moet je daarmee beter zijn. Ja. Als ik daarnaar kijk, ik heb best wel veel verandertrajecten gezeten in allerlei organisaties. En dan heel vaak zien ze dit in stapjes. Je begint eerst met goede mensen die iets kunnen. Verandering, die trek je aan. Daarna worden de voorwaarden geschapen. Ja. En moeten mensen meegekregen worden. Ja. En daarna gaan anderen eigenlijk ook dit maar doen. Ja. En dan kan je, als je dan vragen hebt, kan je nog een keertje terugkomen. Ja. Dat is vaak hoe ik dat zie. Maar, maar dat is helemaal niet goed zoals het dan in veel organisaties gaat. Ja, mijn stelling is, we komen daar straks nog wel een stukje op terug. Maar mijn stelling is inderdaad dat je het parallel moet doen. Want bij wijze van spreken, op het moment dat jij een verandering met je tweede schaakbord voor anderen bedenkt. En ze mee moet krijgen daarna. Dat betekent dat eigenlijk al, als het jouw verandering is, maar je wil eigenlijk dat zij het doen. Dat jij per ongeluk op hun stoel bent gaan zitten, in plaats van hen helpen dat zij het lokaal aanpakken. Dus jij hoeft die aanpak helemaal niet te bedenken. Daar komen we straks ook op. Dat heel vaak de aanpak wordt bedacht voor anderen, maar niet door die betrokkenen zelf. En dan heb je eigenlijk al een stukje dingen verloren. Ja. Zoiets. Ja. Zal ik... Want eigenlijk voor vandaag hebben wij bedacht dat we de meeste aandacht besteden aan die eerste twee. En de persoonlijke groei een beetje aan iedereen zelf overlaten. Dus dat we een dik half uurtje, een half uurtje op de eerste vraag. Eigenlijk zo'n drie aspecten pakken. En daarna even reflectie, hetzelfde over die tweede. En daarna hem afronden. Dus we kunnen wat mij betreft het eerste gewoon eens induiken. Naar de verandering op de menselijke maat. Prima. Nou, daar is over het, want daar gaat het uiteindelijk om mensen, hè, natuurlijk. Drie aspecten wil ik uitpakken rond lokaal met direct betrokkenen verschil maken. Er zijn er in het boek pakken een stukje van acht, maar we pakken nu drie en dan krijg je denk ik toch wel een aardig beeld. Het eerste is, als je lokaal verschil wil maken, dan helpt het als die veranderingen zijn op menselijke maat. En daar wil ik een paar dingen over zeggen. Het eerste is eigenlijk dat als je kijkt naar mooi werk. Bijvoorbeeld waar we het net over hadden, een restaurant, een mooi diner. Dan hangt dat niet primair af van beleidsplannen of kwaliteitssystemen enzovoorts, maar van hoe het werk zelf gedaan wordt. Dus niet van het papier, maar van de actie. Of de kok zijn dag heeft, of de bediening aandacht heeft, of het ze uitmaakt enzovoorts. Dat is het gedrag in het klein, niet de, bijvoorbeeld de kwaliteitssystemen in het groot. Ik ga niet naar een restaurant omdat ze een ISO 9012 of wat dan ook voor nummer hebben. Ja, maar ik ga naar een restaurant omdat eten lekker is of omdat de sfeer goed is. Ja. En je kan prachtig eten hebben terwijl die mensen geen kwaliteitssysteem hebben. Ja. En je kan een geweldig kwaliteitssysteem hebben terwijl het eten heel vreselijk is. Ja, dat kan. He, dus weer een illustratie van net, zo'n systeem is voorwaardescheppend, niet meerwaardescheppend. Als je daarover doordenkt, dan zie je eigenlijk die dichotomie die je in de slide ziet staan, ontstaan. Namelijk dat feitelijk ook in de ervaring van betrokkenen, dat was ook de startvraag helemaal in het begin even die we op het scherm hadden. Hè, kijk eens na bij veranderingen waar je zelf in betrokken bent geweest, die je eigenlijk heel waardevol vond. Die veel betekenen. Dat bijna van iedereen de ervaring is, als je daarnaar kijkt, dat die veranderingen vaak informeel zijn. Een beetje morsig, zoekend, kleinschalig en dat je het juist daarmee te pakken krijgt. Je leert ze pas kennen door eraan te werken en juist door dat zoekende en tastende krijg je het goed. Ook weer het voorbeeld, ik weet niet waarom ik het voorbeeld van de kok nu er steeds bij haal, ik denk dat ik honger heb, maar
Het is meer het vingerspitsengevoel dat die kok niet repliceert het recept, blind. Maar dat hij ook even, dat hij denkt, ja, de pepers zijn heter vandaag en ik ken mijn klant, die wil iets anders. Dus dat hij daarin met aandacht het zoekend doet. Als je dat vergelijkt met hoe we meestal geneigd zijn te praten over verandering, dan zie je daar het tegenovergestelde. Het meeste wat in de krant staat bij wijze van spreken, of aan de directietafel wordt gesproken, maar ook in opleidingen ziet, zijn formele veranderingen van bovenaf, groot en projectmatig. En er zit dus een contrast tussen die twee. De ervaring is links in de slide, hè? Lokale veranderingen, morsig. Hoe we erover praten is rechts, formele veranderingen, grootschalig enzovoort. En de vraag is dat nou gek dat elke keer je dat contrast ziet? En ik denk dat het niet gek is, dat het wel destructief is en vervelend, maar dat het niet gek is, omdat rechts klinkt gewoon geruststellender dan links. Rechts heeft een soort idee dat het allemaal mooi samenhangt en dat er controle op zit. Het past ook bij heersende opvattingen. Het moet namelijk wel transparant en eenduidig zijn. En moet ook precies weten waar we heen gaan en hoe het aangepakt wordt. Meetbaar. En meetbaar. Dus wat je merkt, is dat medewerkers en organisaties vaak de neiging hebben aan hun leidinggevende te praten van, we willen wel helderheid hebben voordat we beginnen. En dat leidinggevende of ook bestuurders of politici de neiging hebben om met een strak plan te komen. Omdat dat laat zien dat je er, weet je, dat je daadkracht hebt en dat je erover nagedacht hebt. In plaats dat je zegt, nou, ja, het is zo belangrijk. We gaan het een beetje morsig zoeken doen samen met betrokkenen. Dat verkoopt gewoon niet fijn. Nee. Dus je komt per ongeluk het meest rechts terecht, terwijl het haak staat op de ervaring die mensen hebben. Nou, dit verschil, wat je ziet in de ervaring van betrokkenen, zie je ook in de theorie terugkomen. Dat is een beetje plaatje in de slide die rechts staat. Namelijk dat als je naar onderzoek kijkt over verandering, dan zie je eigenlijk ook dat omvang van verandering haak staat op diepgang. Dus omvang is dan een beetje de verticale as. Hè, doe je lokaal in kleine kiemen allerlei gefrut. Hè? Elk gezin apart, elke klant in het restaurant op zich is een klein vraagstuk, zal ik maar zeggen, wat je oppakt. Of heb je één groot samenhangend traject voor de hele organisatie? Dat is een beetje de verticale as. En de horizontale is dan de diepgang in jargon eerste, tweede, derde orde. En eerste orde is meer van hetzelfde. En tweede orde is dan op basis van nieuwe inzichten. En derde orde is dan een soort leren leren. Nou, als je dit plaatje kijkt, dan is de ervaring eigenlijk dat rechtsboven een diepgaand traject wat heel groot is, dat doodgeboren trajecten zijn. En je ziet toch nog steeds wel eens een organisatie dat ze zeggen, we gaan de hele organisatie, de hele cultuur omslaan. En dat zijn eigenlijk, zijn er altijd maar twee opties. Dat is of is iemand dom of iemand liegt. Maar eigenlijk andere opties zijn er niet, want het werkt nooit. Dat betekent niet dat eerste orde per definitie trouwens slecht is. Maar eerste orde past bij dingen die iedereen al begrijpt. Dat is namelijk meer van hetzelfde. En dat kan als iedereen de ongeschreven regels al snapt. Als het simpel is en je hebt het al veel keer gedaan en met z'n allen. Dus bijvoorbeeld een reorganisatie, dan denkt iedereen, nou, we weten al hoe het gaat, want er komt een houtskoolschets en er komt een stappenplan en het gaat achter gesloten deuren en dan moet je solliciteren op je eigen functie en het zou 2 maanden zijn, het kost een half jaar. We verwachten er veel van en het levert veel minder op en we zijn toch een beetje ongelukkig in die tussentijd. Nou, dat weet je van tevoren, dus dat kan je ook gewoon à la routine doen. Op het moment dat je het hebt, waar we net over hadden, over, nee, maar het gaat eigenlijk over iets bijzonders. Het gaat over complexiteit. Het gaat over iets vernieuwends. Dan kan je het niet met handboeksoldaat standaard als routine doen. En dan moet je dus naar rechts toe, hè, meer naar tweede, derde orde, andere inzichten of het aldoende zoeken. En dat kan je eigenlijk alleen maar lokaal goed krijgen. Want dan kom je op het niveau wat het daadwerkelijk betekent voor mensen, wat voor mijn werk. Dat wordt iets gereorganiseerd en we moeten allemaal iets anders gaan doen. Ja. Ik moet in plaats van een Chinees menu, moet ik patat gaan bakken. Ja. Dat betekent dat wat voor mij als kok, daadwerkelijk.
Ja, en dan zal. Kijk, reorganisaties die zou ik altijd nog steeds links houden hoor, bij als een simpele aanpak. Maar bijvoorbeeld als de reorganisatie bedoeld is om betere samenwerking te hebben in de keuken of zoiets. Ja, die samenwerking kan je niet alleen maar via een structuur inregelen, want dat is gewoon mooi eerste orde. Maar het feit dat mensen andere karakters en andere ideeën en andere kennis hebben, ja, dat kan je niet met een simpel iets doen. Daar moet je elkaars nieren proeven, elkaar leren kennen enzovoorts. En dan zit je meteen rechts. Nou, ik denk dat dit op zich voor nu genoeg is. In ieder geval dikke, grote plannen. Passen wel links, passen niet rechts, omdat je ingewikkelde vraagstukken eigenlijk aldoende pas te pakken krijgt. Sommige mensen vragen zich wel af, maar blijft het dan allemaal maar klein grut? En je kan wel van rechtsonder naar linksboven doordat eigenlijk het idee van netten dat een vloot is. Op heel veel plekken dingen uitvogelen en ook van elkaar leren. Ja. Nou, dit is misschien genoeg voor nu. Morsig. Dan hebben we de eerste gehad, dat bij lokaal veranderen het eigenlijk altijd op menselijke maat is. Het tweede, denk ik, wat een kenmerk is, wat helpt om te denken, hey, wat is nou belangrijk om lokaal goed te vernieuwen, is dat je het heel gewoontjes moet doen. En het verhaal, je ziet in de slide, zie je eigenlijk een plein, dit is Columbusplein in Amsterdam, in Amsterdam-West. En dat plein was eigenlijk jarenlang in de wijk veel onrust, omdat die jongens zich dan misdroegen, zo heet dat dan. Het zijn altijd jongens, schijnbaar ook. En in 2012, 13, 14 is dat een beetje veranderd in die tijd. Werd het eigenlijk steeds leefbaarder in dat plein. Dat kwam er door. Nou, dat wist dus niemand, dus dat is het wonderlijke. Dus er waren al wel andere mensen die zich daarmee bezig hielden. En Kuiterbrouwer was toen degene die daar stadsdeelsecretaris was. En dat plein werd eigenlijk steeds leefbaarder. En ze waren eigenlijk heel tevreden dat dat veranderde. Maar ze wisten eigenlijk niet waardoor. En dat is natuurlijk niet te verdragen, want dan krijg je het eindelijk eens een keer voor elkaar. En dan weet je niet waar het door komt. Dus dat kan niet. Ja. Dus daar kwamen allerlei mensen langs. Ik ben ook een keer langs gegaan om eens te vragen en te kijken, wat is er nou gebeurd? En ik vond het mooiste boekje van de NSOB, daar had ik toen nog geen connectie mee, dus het is niet voor eigen porgie. En dat is dat boekje Gewoon in Amsterdam-West, een heel dun boekje, kan je ook gewoon gratis online vinden. En het mooie van dat boekje is dat ze mensen vroegen rond dat plein, wat is gebeurd? Wat is er nou veranderd in die periode? En daar hoorden ze iets heel merkwaardigs, namelijk dat ze, er was iets bijzonders gebeurd en het woord wat ze het meest horen was het woord gewoon. En dat klonk ongeveer zo, dat er waren bijvoorbeeld dan de wijkagent en de zorgmedewerker en een aantal mensen waren dan bijvoorbeeld in het buurthuis, dat zit aan dat plein. En die konden elkaar niet verstaan omdat die rotjongens met een bal tegen de ruit aan het schoppen waren. En dan zei op een gegeven moment die wijkagent, geloof ik, die zei dan van, nou, ik ga gewoon eens met ze praten. Gewoon eens met ze praten. En dan wilden ze iets organiseren op dat plein voor de wijk. En ze wisten eigenlijk niet zo goed hoe, samen met de bewoners. En dan zei een van de bewoners, nou, weet je, we beginnen gewoon. Gewoon, we beginnen gewoon. En dan was er een vrouw die durfde s'avonds geen boodschappen meer te doen, omdat die jongens dan van die vreselijke, die riepen dan dingen in het donker en dat vond ze dan eng. En dan zei een van de buurtwerkers, nou dan gaan wij toch gewoon eerst eens met ze praten. Gewoon eerst met ze praten. Dus drie keer gewoon. En die jongens van NSB hebben een beetje toen gedacht van, wat is dat nou? Waar staat dat woord gewoon voor? En het woord gewoon staat, als je dat uitpelt, voor een alledaagse manier om met complexiteit om te gaan. Omdat als je kijkt naar wat er gebeurt, ergens gewoon aan beginnen, is vakmatig, van de kundig, is heel ingewikkeld. Dat heet in het vakjargon iteratief en incrementeel werken. Ja, dat betekent incrementeel, stap voor stap, aldoende en iteratief, je blijft het continu steeds ontdekken. Ja. En er gewoon met anderen over beginnen heet dan dialogisch werken, dat is ook hartstikke ingewikkeld. Het is veel makkelijker om gewoon te roepen, eenzijdig. Dus wat je ziet is dat ze eigenlijk complexer repertoire pakken, wat ze thuis allang ook deden. Want thuis begin je er ook gewoon over en begin je gewoon ergens aan.
En wat je ziet is dat op het moment dat dus veel van het op het spel staat, dit repertoire heel passend is. Dus je zag eigenlijk dat ze eindelijk repertoire gebruiken lokaal, wat opgewassen is tegen dat soort complexiteit. Die zijn namelijk, die moet je co-producerend en interactief doen en zoekend. Nou, daar past dat gewoon bij. En dan is het grappige, maar waarom doe je dat dan niet vaker? En waar ze op uitkwamen is eigenlijk dat de alledaagse manier om met complexiteit om te gaan, die zijn controversieel of verboden of omstreden in organisaties. Dus in organisaties hebben we afgesproken dat we niet zomaar op die manier mogen werken. Ja, dat klopt. Ik word in een organisatie, ik heb bij een organisatie gezeten, toen heb ik een intranet ontwikkeld voor allemaal lokale vestigingen. Vanaf het hoofdkantoor lokale vestigingen, dan ben ik daarmee gaan praten met die vestigingen. Nou ja, toen werd ik op basis daarvan werd ik later bij een andere organisatie gevraagd. Toen werd mij gevraagd, hoe zag je proces eruit om in contact te komen met die vestigingen? Dus ik zeg, hoe bedoel je dat precies? Nou ja, hoe was dat proces? Ik zeg, nou ja, ik ben in de auto gestapt, ik ben in die vestiging gereden en ben gaan praten. Ja, het zag er niet uit. Ja. Oh ja, dat kan natuurlijk ook, dat is het antwoord. Ja. Nou ja, dat is wel heel bijzonder. Ja. Ja, het zag er eigenlijk niet uit. Nee. Dus het ziet er niet gelikt uit. Het ziet er niet gestandardiseerd uit. Het ziet er niet geprotocoleerd uit. En in organisaties is dat ongebruikelijk. Dus je merkt, zeker in zo'n plein was het eigenlijk best een belangrijk ding. In organisaties, als het echt een belangrijk ding is. En je zegt daar, het is zo belangrijk, ik wou maar gewoon beginnen. Dan zegt iemand, nee, ik kan je er niet eerst even een plan van maken en dan gaan we dat eerst goedkeuren en dan gaan we het er met stakeholders over hebben. Weet je, dat. En wat je dan eigenlijk doet, is dat je niet meer aldoende het mag ontdekken, maar dat je eerst moet denken en dan doen. Nou, eerst denken en dan doen is alleen maar passend bij simpele vraagstukken. Ja. Eerst denken met stakeholders hoe je het ergens anders gaat doen, is ook niet meteen met dialogisch werken. Is uit elkaar trekken. Van de slachtoffers of de doelgroep en de makers. Nou, dat moet je het allemaal niet willen. Dus de les van deze eigenlijk is, dus even in het kort. Als je een tweede kenmerk wil hebben, naast menselijke maat, is ziet het een beetje gewoon uit. En het spannende vind ik bij dit, is omdat het zo gewoon is, denken we dat het niks voorstelt. Dus de uitdaging hier is wat wij gewoon doen, ook thuis, ook met je kinderen of met het buurtfeest of met je partner. Om dat als complex en met finesse te leren zien. Om te leren waarderen dat daar echt kundigheid in zit. En dat niet, zeg maar, voor jezelf af te fakkelen en te denken, het moet geprotocoleerd en netjes enzovoort. Dus daar een beetje het tweede stukje. Ja. Het is eigenlijk iets heel complex is. Kan je toch gewoon doen. En ja. Het is wel een beetje. Kan je alleen maar gewoon doen. Het is, ja, het is een beetje paradox lijkt het wel. Iets heel ingewikkeld en toch gewoon lijkt zo simpel namelijk. Maar en dat is dus het tegenovergestelde. Ja. Dus wat wij gewoon doen thuis, daar hebben we geleerd om eigenlijk tastend, zoekend, interactief te werken. Ja. En dat is helemaal niet simpel. Nee, probeer het is alleen heel doenbaar en heel vertrouwd en in organisaties niet. Ja, nee, dat is waar. Dus dat dan. Ja. We hebben een derde. Ik sla deze even over. Een derde kenmerk is naast menselijke maat en naast gewoon, waarbij dat gewoon, daar hebben we genoeg over gezegd, is een derde wat eigenlijk wel een mooi anker is, is je kan alleen maar lokaal veranderen rond vraagstukken waar je warm van wordt. En er zitten twee stukken die ik daar eigenlijk in uit wil pakken. Het eerste is, je kan eigenlijk met problemen kan je niet vernieuwen. En hoe dat werkt is namelijk, problemen zijn dingen waar je van af wil. En als het dingen zijn waar je van af wil, een klassiek voorbeeld is altijd, als je te dik bent en de zomer komt eraan, dat je dan gaat diëten of fitnessen. Dat doen de meeste mensen niet, omdat ze denken, ik heb echt jaren gehoopt dat ik weer kon diëten, of mijn god, kunnen we gewoon elke dag 3 keer fitnessen? Nee, je doet het omdat je een probleem hebt waar je vanaf wil. Ja. En het ingewikkelde met probleemoplossing is naarmate het probleem minder erg wordt, neemt de motivatie af. Dus op het moment dat het middelmatig is, je hebt niet een strak lijf, maar het kan er net mee door. Het past weer, zal ik maar zeggen, de broek. Dan neemt de motivatie af. Dat betekent dat met probleemoplossing kan je maximaal tot middelmatigheid komen. Ja. Als je dus echt mooi werk wil hebben,
of je wil echt complexiteit pakken, of je wil echt vernieuwen, dan lukt dat niet omdat je ergens vanaf wil. Dan lukt het alleen maar als je ergens aan wil. Ergens naartoe, zeg maar. Ga je de weg van of ga je ergens naartoe? Dat is ja. Het idee. Ga je weg van huis of ga je naar Zuid-Frankrijk? En je gaat niet naar een probleem toe, je gaat naar een passie toe. Ja. Je gaat naar iets waarvan je je vak van hebt gemaakt. Dus bij wijze van spreken, nou, daar komen we meteen straks wel op, maar het belangrijkste is eigenlijk het verschil of je ergens vanaf wil of ergens aan wil. En een klein voorbeeld wat voor mij, ik heb ooit een heel dik boek geschreven over taaie vraagstukken. En dat was op ambassades waar we veel deden in het vernieuwen en ontwikkelingssamenwerking. En daar zag je bijvoorbeeld heel mooi dat er zitten mensen bijvoorbeeld op de agenda dat het archief een zootje was en dat ze dat wilden oplossen. Maar de meeste diplomaten die worden niet vrolijk van archiveren, die worden vrolijk van lobbyen of ontwikkelingswerk doen of wat dan ook. Niet de administratie en de archivering. Nee. Dus het is een typisch voorbeeld van een probleem waar je vanaf wil. Dat is net te erg. En dan merk je dat ze het bovenaan de agenda zetten als iets waar je veel tijd zou moeten besteden. En als je dat doet, dan is het iets waar je eigenlijk nooit meters mee kan maken. Want niemand wordt er echt vrolijk van. Nee. Dus wat ik daar op een gegeven moment leerde, is om eindelijk bij issues terecht te komen waar je echt iets mee kan. Is dat ik dan altijd vroeg van, zijn er vrijwilligers? En dan stak nooit iemand zijn hand op. En dan zei ik, nou dan gaat hij van de agenda af. En dan zeiden mensen, nee, het is heel belangrijk, het moet wel. En dan zei hij, nou dan geven we gewoon één iemand corvée om dat te doen. Maar dan mag hij het middelmatig en snel oplossen. Ja. En dan zei iemand anders, nee, maar dat vind ik niet goed genoeg. En dan zeg ik, nou dan mag jij het gaan doen. Ja. Dus dat was meteen daarna afgelopen. En dat is belangrijk, want op het moment dat je dik gaat doen over probleemoplossing, kom je nou bij die andere vraagstukken terecht, waar je niet middelmaat wil hebben, maar waar je echt iets voor elkaar wil krijgen. Zoals de diplomatie en het ontwikkelingswerk, in plaats van het archief en de administratie. En daar hoort een staartje bij. Dat zet ik even op de slide erbij. Dit komt nog uit de tijd dat ik ook met Mathieu Wegeman optrok en over de motivatie van professionals. En daar zag je vereenvoudigd een patroon dat professionals worden warm, dus motiverend, van dingen die binnen hun eigen domein zitten. Ze worden vrolijk van een vak, van het omgaan met vakgenoten en beter worden in je vak. Dus bij wijze van spreken, mij kan je 's avonds niet wakker maken voor de administratie, maar wel voor een verandering die niet lukt. Want dat is mijn vak en daar word je vrolijk van. Dus dit zijn de drie vrolijke V's. Het interessante is dat als het vak moeilijk is, het nog steeds motiveert. Zelfs extra. Want als je bijvoorbeeld als vak hebt van een simpel maal voor een kok is interessant, maar een echt geweldig maal, waar je peentjes voor zweet voor een klant die echt het verschil weet tussen goed koken en minder goed, dat is veel moeilijker. Maar dat motiveert je juist. Dus het interessante is het feit dat iets moeilijk is of ingewikkeld is of dat je de antwoorden niet hebt, is als het een onderdeel van je vak is, is een bron van motivatie, niet van demotivatie. Ja. Daartegenover staan rechtsonder wat demotiveert en dat zijn alle dingen die mensen niet tot hun vak verklaren. En dat zijn dan de drie boze B's, zoals bureaucratie, baas en beleid. Zoals het archief. Precies. En bij de koffieautomaat het hebben over dat de baas het niet begrepen heeft. Of dat het beleid niet goed heeft. Is of zo. Ja. Of dat Rutte het met COVID niet goed doet. Of wat dan ook. Maakt allemaal niet uit. Maar al die dingen die anderen doen die voorwaarden scheppen voor jou zijn, daar klaag je over. En alle dingen die je zelf doet en die je vak zijn, daar word je vrolijk van. Ja. Nou, wat het spannende hier is, de neiging is om heel veel energie in die B's te zitten, waar de problemen zitten, waar je vanaf wil. Ten koste van de drie V's. Ja. En dat is fnuikend voor jezelf, maar ook voor organisaties. En je ziet het bijvoorbeeld bij managers nog wel eens, die bijvoorbeeld medewerkers tevredenheidsonderzoeken hebben. Daar staan alleen maar dingen in waar mensen last van hebben. Dat zijn allemaal 3B dingen. Ja. Als je niet uitkijkt als management, ga je vervolgens al je veranderinspanningen op die 3B zetten. Maar wat je daar ook doet, het zijn per definitie demotivatoren. Dus hoe meer aandacht aan besteedt, hoe meer mensen zich bezig moeten houden met dingen waar ze niet vrolijk van worden. En de gedachte is eigenlijk, als de drie B's nou niet al te erg zijn,
Blijven mensen bij een organisatie? Zolang die privés maar geweldig zijn. Dus wat je als management eigenlijk moet doen, maar ook als persoon zelf, is niet elke keer die privés dik maken, maar die dun houden, middelmatig oplossen, zorgen dat het niet al te erg is. Ja. En al je energie eigenlijk steken in het continu bezig zijn met die privés. Precies, met je vakontwikkeling en je vakgenoten om dingen mooi te maken, ja. Want dan word je blij van. Daar word je blij van en daar schep je meerwaarde mee. Ja, precies. Ja. Hoe is het dan opgelost met dat, ik blijf me intrigeren, dat archief, hoe is het dan opgelost? Want het is niet dat een diplomaat, dat is echt voor hem is dat een B, dat archief. Is het nog opgeschoond of is het nog steeds een bende bij die... Nee, dat is middelmatig opgelost. Dus wat we daar eigenlijk als deal maakten, ook wel op een gegeven moment met de hulp van dit model, is tegen hen te zeggen, als je nou elke keer op de agenda zet dingen die in de 3B-hoek zitten, dan ben je met de komende 2 jaar alleen maar dingen bezig waar je triest van wordt, ja. In plaats van met je werk zelf. Dus zullen we de deal sluiten dat alle dingen van de 3B's die echt al te erg zijn, dat we dat corvée verdelen, dat eentje dat even oplost voor de rest, zodat je 80% van je tijd met elkaar dik kan doen over die 3B's. En dat werd de deal. Ja, precies. En toen was iedereen helemaal blij. Ja, maar het is tegen degene. Ja, want je maakt je altijd druk om dingen waar je last van hebt en niet zomaar over dingen waar je Maar het is al iets wat eigenlijk op school al begint. Als jij 3-9's en 1-4 hebt, dan gaat het gesprek over die 4, niet over de 3-9's. Dat is punt. En daar is ook medewerkerstevredenheidsonderzoek eigenlijk, of ontevredenheidsonderzoek, is daar ook een beetje voor opgezet bijna dat je dat versterkt. Ja. Weet je, mensen, ja, volgens mij hebben we hem hier. Wat we hier wel mee kunnen aanreiken, oh wacht even, we hebben er iets tussendoor. Is eigenlijk een filmpje. Hij is maar 2 minuten. Hè? Maar je warm verloopt. Ja. Ja, het is eigenlijk wel aardig om dat filmpje te bekijken met de 3B's en de 3V's in het achterhoofd. Om te kijken, herken ik deze nou erin? Ja, eigenlijk. Nicht annähernd 100. Ich will euch überleben. Ja, Athlet. Das sind Athlet. Mamma mia, perché è molto complicata sta roba? L'ho mai detto io questa. Ich habe eine unbändige Ergänzung. Ich bin ungern Zweiter, ich bin lieber Erster. Das ist der innere Drang, ja. Stefan, cosa vuol dire? Vecchia donna, chi? Non io. Jährige, die immer noch die Beine und alle anderen Körperteile Höhe bringen. Ja, ik denk, als je hem door die bril van de 3V's en 3B's hebt bekeken, dan zie je eigenlijk dat dit mensen zijn. Dit is trouwens een prachtige film die ook de ITVA-prijs heeft gewonnen. Dat is de trailer ervan. Dit gaat over atleten die in 80, 90, 100 zijn. Die hebben eens in de zoveel jaar die wereldkampioenschappen. En je ziet eigenlijk, dit is vragen om problemen wat die mensen doen. Ja, eigenlijk wel. Maar het is alleen maar een bron van motivatie. Ja. Dus eigenlijk is de term vragen van problemen is niet helemaal goed eigenlijk. Het is vragen om passie. Dus je ziet dat die atleten, die doen ontzettend veel moeite met alleen maar steeds grotere risico's op botbreuken bij wijze van spreken. En het is alleen maar een bron van motivatie. Ja. Je ziet daar dat 3V's
alleen maar kunnen motiveren. En er is maar één moment in de film dat je eigenlijk ziet dat ze triest aan het worden zijn. Dat is een vrouw op een gegeven moment. Die de administratie aan het invullen zijn. En dan zie je eigenlijk daar de drie B's terugkomen. Ja, ze lopen het grootste risico. Ze hebben 100 jaar en hoog springen en een hoop lol. Ze hebben gewoon zoveel plezier erin. Dat is zo mooi om te zien. Ik word helemaal blij van zo'n filmpje. Ja. Ja. Ja, dit gunnen wij onszelf eigenlijk ook als eigenlijk wel, ja. Nou, voordat we overstappen naar eigenlijk het tweede deel, zijn de drie kenmerken die we gehad hebben. Dus menselijke maat, warm en gewoon. Het is gewoon interessant om voor jezelf af te vragen. Voor veranderingen waarvan je zelf het idee had, ja, die vond ik nou echt de moeite waard. Die vond ik wezenlijk. Die ben ik zelf ook bij betrokken geweest. In hoeverre voldoen die nou eigenlijk aan die criteria? En mijn vermoeden is, als het een verandering is waarvan je denkt, wauw, daar was ik nou echt blij en tevreden over, dat het bijna altijd aan die drie criteria voldoet. En dan is de vervolgvraag als reflectie interessant. En waarom volg ik die vuistregel dan vaak toch niet? Hoe laat ik mij verleiden om soms af en toe toch ineens in grote veranderingen terecht te komen, waar ik niet warm van word en die ik heel planmatig ga zitten doen, terwijl ze eigenlijk heel belangrijk zijn? Ja. Nou, dit even als reflectie. Vraag om over na te denken. Ja. We pakken het tweede deel van het boek. En daar wil ik eigenlijk ook drie stukken pakken, hadden we afgesproken. Hè. We hadden net warm, menselijke maat en gewoon. En hier pakken we er ook drie stukjes uit. In het lezen zie je wel meer. En de eerste die ik eigenlijk wil pakken gaat over wie moet je in positie brengen als je lokaal een goede verandering wil doen. En de korte versie van dat antwoord is eigenlijk, dat moeten mensen zijn die er zelf middenin zitten. Ja, die het moeten doen. Die het moeten doen. Omdat op het moment dat het complex is, of het nou weer dat restaurant is of onderwijs, dan vraagt dat gepuzzel. En dat kan je alleen maar doen als je zelf er dichtbij zit, zodat je kan zien, dus de analyse kan doen, waarom is het hier zo ingewikkeld dan? En ook kan bedenken, misschien kunnen we het zo eens anders doen. En het ook op jouw lijf geschreven is, dat jij dat aan kan. Dat kan je niet op afstand doen. Een model wat dat helpt een beetje te onderkennen, is een model in de slide waar je eigenlijk vier rollen ziet. Opdrachtgever, ontwerper, begeleider en participant. Grof gezegd, de opdrachtgever bedenkt dat het mag en moet werken samen met degene die het gaat ontwerpen. Het ontwerp gaat over dat je bedenkt hoe het überhaupt kan werken. Dat doen ontwerpers misschien wel samen met de mensen die het ook gaan trekken. Daarna krijg je uitvoering, dat begeleiders samen met betrokkenen gaan kijken hoe gaat het dan, hoe krijgen we het werkend. En dat ziet dan vervolgens een opdrachtgever weer. Nou, een van de dingen die mij opvalt in veranderingen is dat de rol van opdrachtgever en doelgroep, of slachtoffer, kan je ook zeggen, die zijn altijd wel gedekt. Er is altijd wel iemand die roept, ik vind dat het moet. En er zijn altijd wel mensen die denken, oh god, we moeten er weer aan. Maar de belangrijkste rollen, in mijn ogen, veranderkundig gezien, zijn niet de mensen die roepen dat het moet, of de mensen die dat op zich afkrijgen, maar de mensen die het huiswerk doen om te denken, hoe krijg je dit nou werkend? En dat zijn eigenlijk die ontwerpers en die begeleiders. Die bekijken, komen we straks iets meer op van wat speelt er dan precies? Hoe kunnen we een aanpak bedenken die kan werken? Is die ons op het lijf geschreven? En die doen er al het huiswerk in. Nou, juist die twee rollen, het zijn niet de grootste rollen, maar wel de belangrijkste. Eigenlijk het wetenschap of het geweten zou je kunnen zeggen van zo'n verandering. Die ontwerpers en begeleiders zijn vaak heel onduidelijk wie dat zijn. En de stelling die ik eigenlijk hier wil meegeven is, daar moet je eigenlijk mee beginnen. Als je zegt, een verandering is dit. Hè, bijvoorbeeld, we moeten een opgave in een provincie of in een gemeente voor elkaar krijgen rond, in ieder geval, kaders en muren in Amsterdam of wat het ook is. Dan zeg je, en wie zijn degene die dat voor elkaar krijgen en wie daarbinnen, brengen we in positie om dan te bedenken hoe dat zou moeten. Je bedenkt de verandering niet voor hen, maar je laat het bedenken door hen. Nou, dat lijkt me dat er een soort mensen zijn die toch ook heel dicht bij die uitvoering staan. Ja, dus staan. Die zitten in de uitvoering van de klus zelf. Ja. Ja. Want alleen maar als je in de uitvoering doet, kan je hem al doende te pakken krijgen. Ja. En niet op afstand. Nou, wat er spannend hier is, is dat, en ik heb de laatste jaren hier in verschillende organisaties mee geëxperimenteerd, is dat heel vaak heeft bijvoorbeeld het management heeft dingen bedacht, of een bestuurder,
En die gaat soms te ver door zelf al het ontwerp te gaan doen. Een veranderplan te maken. Dit zegt eigenlijk, hoeft niet. Bedenk gewoon wat de veranderingen zijn en laat dan de float idee weer, die betrokkenen zelf die verschillende veranderingen allemaal vormgeven. En die opdrachtgevers worden daar vaak heel ongemakkelijk van, want die zeggen dan, ja, maar dan geef ik het aan hen en dan gaan ze wat bedenken en moet ik dat dan allemaal maar goed vinden dan vervolgens. En dat is niet de bedoeling. Want wat je eigenlijk vraagt is dat mensen lokaal bedenken hoe het kan en dan jou gidsen als opdrachtgever, zo hadden we dat ongeveer bedacht. Nou, die opdrachtgever, in dit spel op verschillende plekken echt ingeoefend, die heeft de neiging als er zo'n voorstel komt, wij gaan dat zo doen, ja, want er zit ook budget en alles aan vast, dus het is ook prima om dat daar voor te stellen, om te denken dat zij het met zo'n plan eens moeten zijn. Dus die horen dan zo'n plan en die zeggen, nou, dat vind ik niet logisch, ik zou dat zelf toch heel anders doen. En die gaan dan bijvoorbeeld zeggen, nou, dan vind ik dat het anders moet. En het gesprek wat ik dan vaak daarover heb is, dat mag je niet zeggen. Je mag niet zeggen, het is namelijk helemaal niet belangrijk dat jij het anders zou doen, want jij gaat het niet doen. Dus dat is helemaal niet relevant. En dan zegt die betrokken, ja, moet ik dat dan allemaal maar goed vinden zomaar? Ik zeg, nee, waar het om gaat is of je kan voorstellen dat dit kan werken. Dus als iemand een plan heeft waarvan jij denkt, nou, ik zou het nooit zo doen. Maar als ik er naar kijk, kan ik me wel voorstellen dat het gaat werken. Dan moet je het goedkeuren als opdrachtgever. Dus je toetst redenaties. Je toetst eigenlijk hoe verstandig die mensen erover na hebben gedacht. Daar ga je over. Maar je gaat er niet over om op hun stoel te gaan zitten. Op dat moment krijg je dus als opdrachtgevers eigenlijk, of als bestuurders, of als mensen met een coachende rol naar mensen die de verandering doen, in plaats van een overnemende rol. Ja, waarmee je hen uit positie raakt en je het nooit meer goed krijgt. Ja. Maar dan ga je er wel vanuit, dan gaan we er moeten wel even vanuit gaan dat dat plan, dat, of die redenatie die bedacht is, ja, dan uitkomt bij het doel wat door die opdrachtgever bedacht is. Dat is ja, en waar die betrokkenen ook op ingetekend hebben. Dat kan natuurlijk wel betekenen, dat daar komen we zo nog een beetje op, dat als die betrokkenen steeds beter snappen wat er speelt, dat ze op een gegeven moment ook kunnen zeggen, nou, daar halen we ook uit dat we net iets anders moeten gaan willen bereiken. Ja. Ja, omdat het doel wat bedacht is, misschien niet helemaal klopt naarmate je er meer verstand van krijgt. Precies. Maar dan moet het wel bijgestuurd ook kunnen worden. Ja, en de enige die dat kunnen bijsturen zijn die betrokkenen zelf, die dat kunnen uitleggen aan die opdrachtgevers. Ja. Waarmee het eigenlijk het gidsen van zo'n opdrachtgever een deel van hun werk komt, ja, wordt. Maar dat vraagt misschien wel heel veel van de opdrachtgevers. Er zijn heel veel opdrachtgevers zoals ik het ken. Ja, nou, want dit was het plan dus, of dit was het doel. En daar moeten we maar aan vasthouden in plaats van dat dat nog gewijzigd kan worden. Het vraagt iets van de opdrachtgever in de zin van de mythe van controle opgeven die ze nog hadden. Alleen op het moment dat zij een plan gaan bedenken op afstand waar ze zelf niet in zitten, kan je toch nooit scherp krijgen. Nee. Dus het is de mythe die je loslaat, niet dat je echt iets loslaat. Het vraagt eigenlijk het meeste van die ontwerpers en begeleiders die lokaal zijn. Voor de opdrachtgever wordt het werk anders, maar in zekere zin eenvoudiger, omdat je niet briljant hoeft te zijn over dingen waar je geen verstand van hebt. Nee, precies. Ja. Laat dat maar over aan die mensen die er dicht genoeg op zitten. Aan bij die mensen stel je wel de lat hoger. Ja. En daarmee komen we op het tweede stukje ook meteen. Yes. Het tweede stukje wat ik wil pakken is eigenlijk, kijk, die ontwerpers en die begeleiders, die moeten wel raak schieten. En daar horen eigenlijk een soort ambachtelijke, soort vaste activiteiten bij. Die heb ik hier even heel kort samengevat in een soort cirkel van activiteiten. Van dat je eigenlijk in het begin altijd moet afbakenen en diagnosticeren. Wat speelt er nou precies? Wat willen we bereiken? Wat speelt er nou precies? Dat je daarna je afvraagt, en waarom is het dan zo ingewikkeld? Wat is nou het patroon erachter? Dat heet daar het kern van het vraagstuk. En wat zou dan de richting zijn waarin we moeten aanpakken? Dat heet dan veranderstrategie. En vervolgens dat concreet te maken in plannen en interventies. Nou, dit klinkt als een open deur. En dat is het niet. Want als je kijkt in veel organisaties, dan zie je nog steeds regelmatig dat mensen een visie maken bijvoorbeeld. En vervolgens een plan. Wat dit eigenlijk zegt, is dat dat nooit mag. En dat heeft een hele goede reden waarom het niet mag. Is omdat als je begint met een visie en dan een plan, dan sla je een aantal dingen over die nodig zijn om het scherp te krijgen. Het eerste is bijvoorbeeld, een visie kan soms 3 bruggen te ver zijn. Ja. En een verandering start niet met wat je zou wensen, maar met een doenbare spanning tussen de wens en de huidige realiteit.
Ja. En dat is meteen een gewetensvraag. Hoe ver durf ik hier te komen? Dat is op de grens van wat we kunnen. Als je die inschatting niet maakt, is het of te tam, of het is drie bruggen te ver. En dan heb je al verloren. Ja. Dus het eerste is, je begint niet met een visie, maar je begint met visie versus huidige realiteit. Het tweede is, je begint in het nu. Je kijkt van, we hebben nu dit en vanaf daar moet je verder kijken. Zeg. Ja, tussen nu en droom, zal ik maar zeggen. Ja. Dus de wens en werkelijkheid. Ja. En het tweede is, je begint er niet meteen te zeggen wat je moet doen. Dus het plan. Maar je gaat dan vervolgens zeggen, maar waarom is dat voor ons dan zo moeilijk dan? Waarom lukt het niet om een prachtig maal neer te leggen? Waarom gaat de onderwijsontwikkeling bij ons zo ingewikkeld? Waarom hebben we een mooi plan en storten toch kaders en muren in? Wat dat dus eigenlijk zegt, is je doet een analyse. Zelfs als die kort is, om je af te vragen, waarom is dat voor ons zo ingewikkeld dan? En wat dat mogelijk maakt, is dat je raak schiet met je plan. Omdat je dan zegt, als ik weet waar het op zit, dan zet je je energie alleen daarop. En dan kan je ook het meeste bereiken. Op het moment dat je dat niet doet, krijg je lawaaiplannen. Want op het moment, als ik maar een klein voorbeeldje neem, bijvoorbeeld een klassiek voorbeeld is bijvoorbeeld ziekteverzuim of zoiets. Ja, ziekteverzuim kan aan 100 dingen liggen. En als je een doorlichting doet, dan zeg je, ja, de structuur is niet goed en er is een fusie verleden en het leidinggevende kan wat coachender en er zijn twee bloedgroepen en onze klanten zijn de laatste tijd ook wel lastig en weet ik al niet allemaal. En dan voor je het weet krijg je, hoe langer je een diagnose doet, dan krijg je een lijst van 23 dingen waar je moet werken en dan spreid je energie dun uit. Maar die 23 dingen zijn niet even belangrijk. Dus wat je eigenlijk wil, is dat je puzzelt welk van die 23 dingen, of welke samenhang tussen die 23 dingen hangt het nou op? En dan zie je bijvoorbeeld dat er gewoon oud zeer is tussen twee bloedgroepen uit een fusieverleden of zoiets. En dat ze daardoor niet goed samenwerken en dat daardoor de sfeer dan slecht is en dat daardoor. En dan ga je niet aan het daardoor werken, maar dan werk je aan de oorzaak die erachter zit. En dan zet je al je energie daarop, kost veel minder tijd, veel minder moeite en dan heb je een hefboomwerking. Nou, dit is in het kort samengevat voor mensen die bijvoorbeeld een boek als Leren Veranderen kennen. Dat zullen sommigen nog wel eens via opleiding hebben gehad. Daar heb je 600 pagina's die over deze cirkel gaat. Ja. Dus daar kan je veel over zeggen. Hoe doe je nou netjes een diagnose? Hoe maak je netjes een plan? Maar de essentie is eigenlijk, je doet niet alleen de rechter onderbol, planning en interventies, maar je doet ze alle drie en je doet ze continu. Omdat waar we het eerder over hadden van je doet het aldoende. Dan zeg je niet we doen hem één keer afbakening, kern, plan. Nee, je doet continu, ik snap het steeds beter. Ja, ook een ingreep in een van die... steeds scherper. Ja, een ingreep in een van die bollen heeft een gevolg voor de andere bollen. Trigger de volgende. En dat blijft doorgaan, ja precies. Ja. Ja. En als het goed is, krijg je daar dus steeds met het gevoel, ik snap precies hoe bij ons de hazen lopen. Waarom het zo ingewikkeld is. En ik snap ook steeds beter, ik heb ook steeds beter in mijn vingers hoe we dat voor elkaar moeten krijgen. Ja. Nou, ja, precies. Dat is een beetje tweede. En dan krijgen we de derde en dat is eigenlijk het lastigste. Deze hebben we er nog even tussen. Die is misschien toch wel goed. Ik benoemde net eigenlijk Leren Veranderen even. En dan komen we hier gewoon op Leren Veranderen is een kleine stap naar kleuren denken. Hè? Ja, want eigenlijk Leren Veranderen heeft die cirkel van net. Eigenlijk het Leren Veranderen waar het soort basisboek is. Maar veel smaller dan Iedereen Verandert. Hè? Dat is eigenlijk één stukje ervan. Er zijn eigenlijk twee dingen. Die cirkel van net. Hoe kan je nou ambachtelijk analyseren, plannen maken, handelen en weer rond. En het tweede is kleuren denken. Hoe kan je meervoudig daarmee bezig zijn? Die zie je in elk van die drie bollen eigenlijk terugkomen. Namelijk dat als je analyseert, dat je iets pas snapt als je vanuit meerdere kanten ernaar kijkt. Nou, dat kleurendenken, wat je in die slide eigenlijk heel kort samengevat ziet, maar als je even googelt, heb je er meer op, is dat eigenlijk in organisaties, dat daar zeven werkelijkheden tegelijkertijd spelen, zou je kunnen zeggen. Een politieke werkelijkheid, waar alles gaat geel over onderhandeling. Een rationele, waar alles gaat over netjes onderzoeken en planmatig aanpakken. Daarna ook werkelijkheden die heel erg gaan veel meer over mensen. Rood over motivatie. Dat dingen veranderen omdat mensen gezien worden. Dat je ze motiveert.
Dat organisaties veranderen doordat mensen leren en zich ontwikkelen is dan groen. En dan heb je er nog een paar over dialoog en twee wat minder gebruikte kleuren. Het belangrijkste voor nu, waarom het wel leuk is om in ieder geval aangestipt te hebben, in relatie tot die slide van net, is die kleuren is een manier om in elk van die drie bollen hem net iets scherper te krijgen. Ja. Bij diagnose gebruik je de kleuren om meervoudig te kijken. Vanuit zeven kleuren, 5 à 7 kleuren, kijken naar de werkelijkheid, zodat je geen stukjes mist. Al die kleuren heb je nodig. Het is niet dat je zegt van we hebben alleen maar, we gaan nu op de motivatie en de aandacht zitten. Nou, als ik hem iets scherper doe, je hebt ze allemaal nodig om te weten waarop je moet gaan zitten. Ja, precies. Ja. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld op de motivatie, stel dat het hangt op de motivatie, maar je kijkt alleen maar blauw en geel, je kijkt alleen maar bedrijfskundig en politiek, dan zie je motivatie en samenwerkingsissues niet. Nee. En als je ze niet ziet, dan weet je ook niet dat daar de angel zit. En dan ga je daar ook geen plan op maken. Dus bij analyse gebruik je de kleuren om de verschillende stukken van de puzzel te zien. Meervoudig kijken. In de planvorming gebruik je het om situationeel vorm te geven. Dat je zegt, nou, als we dat gezien hebben en het hangt op motivatie, dan moeten we een roodachtige aanpak hebben. Die motiverend, die betrokken is, die communicatief is enzovoorts. En in het handelen gaat het dan over congruent daaraan blijven. Dus als je een communicatieve aanpak hebt, dan moet je vervolgens niet helemaal geprotocoleerd gaan zitten uitrollen. Want dan heb je hem helemaal blauw gemaakt. Dan is die kil en koud geworden en dan werkt het niet. Nee, precies. Dus je kan hem op de kleur kan je eigenlijk in elk van die drie bollen gebruiken als hulp om te zeggen, oké, krijgen we hem dan scherper. Eigenlijk. Nou, dit is de kortste versie waarin ik volgens mij ooit de kleur heb verteld. Dus dat is hem voor nu. Misschien de zwaarste of het dikste stukje om te vertellen over het tweede deel van het boek. Hè. Het eerste deel was dat lokaal veranderen. Het tweede is je context meenemen. Is daar hebben we net over gehad. Nou, die context vraagt over rollen verdelen, zodat je lokale ontwerpers er dicht op hebt. Die vraagt over ambachtelijk door die bollen gaan, zodat je echt patronen te pakken krijgt. En het derde is eigenlijk dat stel dat je nou die mensen die lokaal die rol hebben, een ferm slim plan hebben. Dan heb je die eerste twee gehad. Dan betekent het nog niet altijd dat dat zomaar geslikt wordt. En dat komt, en dat zie je in de slide even kort verwoord, door het feit dat als iets vernieuwend is, dat daar de spelregel een beetje bij hoort, dat wat hoort werkt niet en wat werkt hoort niet. Ja, dat is wel een spanning. Ja. Ja. En dat zegt eigenlijk dat op het moment dat je doet zoals het eigenlijk hoort, dus de ongeschreven regels, zo doen we het hier altijd, dan krijg je ook wat je altijd al kreeg. Ja, dan verandert er niks. Wat perfect is als de verandering niet nodig is, zal ik maar zeggen. Want dan blijf je gewoon briljant werk doen. Maar stel dat je zegt, ja, maar er is een reden dat we hier aan begonnen. En dat is dat we uit die groef willen. Dan moet je eigenlijk iets gaan doen zoals het niet hoort. Maar omdat dat beter werkt. Ja. Maar op het moment dat je dat doet, dan zeggen mensen, ja, maar dit begrijp ik niet. Zo doen wij dat hier nooit. En die spanning is ingebakken in vernieuwing. Die zit er per definitie in. En daar horen eigenlijk vervolgens dus twee soorten rollen bij. Enerzijds is dat gidsen. En anderzijds het destabiliseren. Het gidsen gaat eigenlijk over het uitleggen wat dan wel hoort. Wat dan wel werkt. Ja. Dus dat je zegt, oké, het hoort niet, maar zal ik eens uitleggen en ondertitels geven waarom wat werkt toch zo gek nog niet is. Het voelt gek, want we doen het hier nooit, maar het kan best werken. Dus dat is het gidsen van het nieuwe. En het destabiliseren is eigenlijk van het oude. En die moet je allebei doen. Ja, precies. Ik word wel, want als ik het woord gidsen en alles hoor, dan denk ik, nou, dan word ik, persoonlijk word ik daar blij van. Als ik denk destabiliseren, denk ik, dat wordt een beetje gevaarlijk. Klopt. En je ziet ook bijna eigenlijk altijd dat in heel veel veranderingen mensen één van die twee doen. Ja. Dus bij gidsen is heel vaak dat mensen gaan vertellen, zo gaan we het voortaan doen. En dan vergeten ze eigenlijk om te zeggen, en waarom was het dan een probleem zoals we het deden dan? En die heb je er wel nodig, want waarom zou je afscheid nemen van waar je goed in bent voor iets wat er onbewezen voelt? Ja.
Het tweede is dat je bijvoorbeeld bij doorlichtingen altijd ziet dat mensen alleen maar nadruk leggen over waar je vanaf moet. Maar niet waar je aan wil komen. Ja, precies. En dan heb je ook de helft van het verhaal maar. Dat zie je bijvoorbeeld bij zelfsturing, zie je dat heel mooi. Dan zijn ze hiërarchische structuren aan het afbreken. En dan krijg je zo'n soort wolkerige zelfsturingsplaat. Maar die gaan alleen maar werken als mensen de vaardigheden hebben om een heel andere manier te werken. Ja. Dus je kan alleen afbreken, je moet die nieuwe vaardigheden ook opbouwen. Ja. En er is eigenlijk weer heel veel sturing nodig om zelfsturing te krijgen. Ja, 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 ja. Nou, bij beide heb ik eigenlijk één beeld er een beetje bij en een paar zinnen. Om daar hopelijk net genoeg illustratie bij te hebben. Dus bij die eerste, dat gidsen, daar gaat het eigenlijk over dat je wat je lokaal doet. En in de literatuur hebben ze trouwens een hele mooie term hiervoor. Die vind ik echt geweldig. Dat heet de technology of foolishness. Dat de dingen die je doet, die je normaal daar nooit doet, die voelt voor iedereen gek, foolish. Maar dat betekent niet dat er geen technologie aan vast zit. En je moet die technologie dus eigenlijk uitpakken, want anders gaan mensen het heel knullig en morsig doen en daarmee bewijzen dat het niks voorstelt. Bijvoorbeeld bij zelfsturing zie je dat. Dat is een beetje een gek idee. Dan kunnen we dat zomaar aan mensen overlaten. En als mensen niet snappen hoe zelfsturing werkt, dan krijg je van die malle zinnen als van ik geef mensen de ruimte. Maar mensen de ruimte geven is non-interventiegedrag. Dat is de boel uit je handen laten vallen en dan hopen dat het goed wordt. En dat werkt dus niet. Omdat het niet alleen gaat over dat je iets ergens mee ophoudt, namelijk strak sturen. Maar dat je er een andere technologie voor in de plaats moet hebben. Namelijk met verschillen kunnen omgaan, spreiding en deling van sturing hebben enzovoorts. Dus je moet verdomd veel aanleren. En gidsen gaat eigenlijk over het legitimeren en uitleggen wat dat is. Wat zijn de nieuwe dingen die we moeten leren? En omdat de rest dat gek vindt, moet je dat soms ook een beetje beschermen. Of misschien zelfs ook wel onder het maaiveld doen. Totdat je bewijs hebt dat het eigenlijk niet alleen gek is, maar nog werkt ook. En op dat moment zou je het vervolgens ook besmettelijk kunnen maken. Nou, de NSB heeft net een boek, heb ik aan meegeschreven. En dat is ook weer gratis. Dus dat kan je ook gewoon weer even googlen en dan heb je het. Over experimenteren en opschalen. Want dat gaat precies over die dynamiek van hoe kan je nou lokaal iets uitvogelen wat echt vernieuwend is, door die lokale ontwerpers van net, via die cirkeltjes. En daarin oogsten wat werkt, zodat je het andere ter beschikking kan stellen, die het lokaal zelf nog een keer het wiel gaan uitvinden. Dat is een hele ingewikkelde zin. Ja. Lange. Ja, dus het idee is, je leert iets nieuws door het zelf te leren. Ja. He, dus dat is niet, we hebben lokaal geleerd en dan gaan we het uitrollen over anderen heen. Erik Gertsen noemt daar het woord inrollen bij. Dus iedereen lokaal moet zich dat eigen maken. Maar je kan wel op elkaar schouders staan. Dus je geeft wel lessen door. Maar je geeft geen protocollen. Rol je niet uit. Nee, precies. Ja? Dus ja. Zelfsturing is een vak waar iedereen zich dan einde maakt in dat voorbeeld. Het tweede is inderdaad het meest misschien contra-intuïtieve. Dat destabiliseren. En daar heb ik een voorbeeld bij wat ik denk het wel helder maakt. En daar zal ik een paar algemene bij zeggen. Dat plaatje wat je op de slide ziet is van een vrouw. Lotte de Dot heet die. Het is 1885. Dit is de beste sportvrouw die de wereld zo'n beetje ooit heeft gekend. Tenminste in de formele geschiedschrijving zo'n beetje. Komt uit Liverpool, uit goede familie. Dat zie je trouwens ook wel. Heeft 5 keer Wimbledon gewonnen en was in 4 andere sporten ook nog Olympisch medaillewinnaar. Ik vergeet eigenlijk eventjes precies. Het was in ieder geval boogschieten dat er ook nog bij. Maar als je googelt dan zie je dat wel. En het mooie verhaal vind ik van Wimbledon. Ze was 15 jaar toen ze al Wimbledon begon te winnen. Tegen mensen die veel meer ervaring hadden. En het grappige is dat je kan afvragen, hoe komt het nou dat zij als zo'n 15-jarige die dat Wimbledon steeds won? En het verhaal is een beetje dat omdat zij zo jong was, zij de enige vrouw was die nog geen corsetten hoefde te dragen. De rest, dat was toen zo, stond allemaal stijf in de corsetten. En zij kon daardoor dingen doen die de rest gewoon niet kon.
Zoals naar het net racen en over het smashes doen en volleys. En die sloeg dus die wat nettere dames het veld uit. En er was in die wedstrijden waren er ook letterlijk waren er pauzes ingelast. Omdat je op een gegeven moment kon je gewoon niet meer ademen. En dan gingen ze naar de kleedkamer en hadden ze die bebloede corsetten die gingen dan uit. En dan kon je even uitademen en dan kwamen ze weer terug. En als je hem verbindt met die zinnen die daar staan, dan kan je je afvragen, was Lotte nou per definitie een betere tennisser dan de rest? Nou, ik denk dat zij geen beroerde tennisser was, maar ik denk dat ze ook niet per se de briljantste was, maar dat het een slok op een borrel scheelt als je niet zo'n corset aan hebt. De randvoorwaarden waren beter ingevuld. De randvoorwaarden waren een stuk beter. Dus wat je hier ziet is de waarde van deblokkeren. Dat je het niet tegen de klippen op moet, zoals zo'n corset. En wat je eigenlijk ziet is als iets vernieuwend is, dan moet je daar goed in zijn. Dat is waar dat gidsen belangrijk in is. Maar het moet niet tegen de klippen op zijn. En daar is waar het destabiliseren voor is. Omdat je altijd, als het vernieuwend is, tegen heersende systemen en opvattingen aanloopt. En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld eigen kracht of burgerparticipatie. Dat je gemeentes zijn daar vaak wel voor, maar schrikken zich af en toe suf als er allerlei ideeën eens van burgers komen die ze niet helemaal passen bij wat zij bedacht hadden. En als die burgers merken dat ze eigenlijk alleen met ideeën mogen komen die beleidsmakers eigenlijk al hadden, dan gaat de lol er wel af. Dus de enige manier waarop dit blijft werken is als je ook continu blokkades wegneemt voor die ideeën waar mensen dan mee komen. Ja. Dus je ziet dat je het altijd eigenlijk op twee fronten dan moet werken. Je moet enerzijds moet je steunen wat het vernieuwende is, maar je moet eigenlijk ook continu de soort van protocollen of regeldruk of dominante oude manier van doen. Moet je slechten, moet je ridiculiseren en moet je minder maken. Ja. Ja. Nou, op dit moment is er heel veel discussie over transities. Hè? En als je voor de mensen die daar een beetje in zitten, als je bijvoorbeeld naar transitiemanagement kijkt, dan zie je dit overal in alle plaatjes ook terugkomen. Dat je altijd een curve hebt, die S-curve van de innovatie, dat is dat gidsen en dat groeien. Maar ook eentje altijd van het afleren en het afbreken, om een ruimte te maken voor het nieuwe. Nou, dat zijn deze twee eigenlijk. Precies. En dit is het werk voor de vernieuwer, dat je dat naar je omgeving doet. Dus dat je naar je omgeving elke keer uitlegt, dit is wat we ontdekt hebben wat vernieuwd, kan dat niet vaker en elders ook. Maar dat je ook elke keer aanreikt, trouwens, we lopen hier tegenaan. Kunnen we dat wat minder corsetterig maken? Het is essentieel dat je dat oude weghaalt. Want anders krijg je alleen maar stapeling van meer regels en gedoe. En dan wordt het alleen maar meer strak en rigide. Ja, en je wordt ook doodmoe. Ja. Omdat je die vernieuwing eigenlijk gewoon tegen de klip op moet doen. Ja. Dus je leert wel af om dat te doen dan. En dan ga je, voor je het weet, ga je dominant, blijf je ook versterken. En dan word je niet beter van. Nee, precies. Nou, dit is eigenlijk het hele tweede deel. En je zou hier jezelf eigenlijk dezelfde soort reflectievraag als bij een eerste deel kunnen stellen. Dat als je nou kijkt naar recente veranderingen die je doet, en je kijkt naar de drie punten die we net pakten, is er gekozen dat mensen het mochten bedenken die er zelf middenin zitten, dus lokale ontwerpers. Ja. Is er niet vanuit een visie zomaar een plan gemaakt, maar heb je echt gekeken naar de patronen die er spelen, zodat je het heel precies daarop je actie zet? En het derde is, weet je daar de lessen uit te halen, zodat je kan gidsen en ook kan destabiliseren wat in de weg is? Zie je dat terugkomen bij recente veranderingen? Nou, ik denk op het moment dat je dat niet ziet, dan zal het vaak zo zijn dat je het gevoel hebt dat je het in hele vijandige omstandigheden maar moest doen. En de gedachte is eigenlijk van nou, verken nou eens hoe het zou zijn om zelf de verantwoordelijkheid eigenlijk te nemen om die criteria goed te krijgen. Om te zorgen, nee, we pakken lokale ontwerpers, we doen een patroonherkenning en we zijn continu aan het oogsten wat werkt en aan het destabiliseren wat in de weg zit. Ja.
Dan kan je ook weer, volgens mij, als ik dat zo kijk, kom je dan ook weer terug naar die drie vrolijke V's en de drie boze B's, denk ik. Als je dat mensen gaat laten doen, dan moet je toch mensen hebben die, enerzijds mensen die blij worden van met lokale ontwerpers aan de gang gaan, of lokale ontwerpers aan de gang laten gaan met waar ze blij van worden. Ja. En dat beleid, maar dat beleid moet ook ergens gemaakt worden. Dat zit toch als kaders en richtlijnen zitten eromheen. Ja. Dus moet je ook mensen hebben die daar blij van worden. Hoe zit dat dan hierbij? Nou kijk, de ene V is de andere een B. Ja, precies. Ja. Dus kijk, neem even een voorbeeld van, weet ik veel, een ziekenhuis. En stel dat je radiologie beter wil laten werken. Dan zet je als lokale ontwerpers liever de radiologen zelf aan de slag om dat te doen. Ja. Want dan zijn ze met hun V's bezig. Ja. Maar stel dat er bijvoorbeeld in de infrastructuur iets is van de ICT-voorzieningen. Dan laat je daar de ICT-boys of girls bij wijze mee aan de slag gaan. Dat zijn hun drie V's. Nou, de radiologen hebben een hekel aan ICT-dingen. Want daar zijn ze niet van. Maar ICT'ers, die hebben een hekel aan radiologie. Daar zijn ze niet van. Ja. Dus kijk, op het moment dat je mensen dan maar aan de slag laat gaan met dingen waar zij vrolijk van worden. En anderen gunt om aan de slag te gaan waar zij vrolijk van worden. Dan heb je een vloot van al die verschillende veranderingen. En dan heb je hem weer te pakken. Ja. Dan is iedereen lokaal met zijn eigen ding bezig. En heb je qua context hem goed te pakken. Ja, precies. Maar die ICT en die radiologen moeten wel weer samenwerken. Want als die ICT'ers iets moeten doen. Wat effect heeft op het werk van die radiologen, moeten ergens iets invoeren in een systeempje of iets anders. Ja. Dan moeten ze met elkaar praten. En dan moeten vooral niet managers tussen gaan zitten, denk ik. Klopt. Nee. Nou, daarmee zit je dus met het idee van een float. In plaats van, zou maar zeggen, 60 scheepjes die allemaal hun eigen richting naar de andere kant van de wereld gaan. Een float trekt wel samen op. Ja. En je zou kunnen zeggen, dat kan zijn omdat die verschillende veranderingen elkaar opzoeken. Maar ook omdat ze in elkaars verandering terechtkomen. Hetzelfde voorbeeld dat radiologie een ICT-vernieuwing nodig heeft. En dat is daar niet eens zo gek bij radiologie. Om bijvoorbeeld imaging te interpreteren of zoiets. Op dat moment, dat is een spelregel in dat eerste, betrek je die mensen erbij die je nodig hebt om die klus te klaren. Dus het vraagstuk bepaalt wie je erbij nodig hebt. Precies. Nou, dan haal je die ICT'ers erbij die denken, dit is wel een cool idee om dat voor elkaar te krijgen. Ja. Met de radiologen die zeggen, ja, dat deel van ICT is wel interessant, want daar kunnen wij eindelijk eens een keer wat mee. En dan werken zij samen, multidisciplinair, lokaal aan dat vraagstuk. Ja. Dus je werkt niet in kokers, nee, precies. Je werkt in vraagstukken. Ja, dwars over. Nou, dit is heel veel verhaal. En eigenlijk hebben we alleen nog de afronding. Want volgens mij zitten we ook gierend uit de tijd. Dus dat mag ook wel. Mensen mogen extra lang genieten. Mensen mogen extra lang genieten, noemen we dat. En dat is eigenlijk dat er een derde schaakbord over is. Wat we weinig aan bod laten komen vandaag. Maar wat ik in ieder geval wel wil benoemen. En dat is dat als je dat lokale veranderingen probeert te doen, zoals op dat Columbusplein, moet je ook aardig wat in je mars hebben. Iteratief, dialogisch werken enzovoorts. Hè. Het is gewoon, maar het is niet niks. Als je de context mee wil nemen, heb je ook van alles nodig. Want wat werkt, dat hoort niet. En wat hoort, dat werkt niet. En je moet dat lokaal ontwerpen en je moet gidsen. En nou, ga er maar aan staan. Dus het derde schaakbord is jezelf gunnen om hier handig in te worden en te investeren in je eigen groei. Omdat er heel veel aspecten bij komen kijken en niemand dit allemaal perfect heeft. Ik zeker niet. En ik ken niemand die zichzelf serieus neemt rond vraagstukken en die denkt, mijn god, wat nu weer? En wat moet ik bedenken? Nou, we zullen dat niet helemaal uitpakken en daar is het boek geschikt voor. Maar ik heb drie platen in een slide gezet om in ieder geval drie dingen ervan te raken, zodat je er een beeld bij hebt. En het eerste is, op het moment dat je wil groeien in het beter worden en al dit soort dingen, daar kan je er maar beter je vak van maken. Ja. Want daarmee hoort het bij de drie vrolijke V's en is het leuk om erover te lezen en het leuk om erover te reflecteren en leuk om daar tijd in te steken. In plaats dat je denkt, mijn god, dan moet ik dat ook nog. Waarom ben ik niet gewoon radioloog? Hè? Of waarom ben ik niet logisch-steer? Ja. Dus. En wat je merkt hier, en er zijn heel veel voorbeelden van, of het nou de brandweer of onderwijsvernieuwing of wat dan ook is, is het helpt om bijvoorbeeld, als je het over onderwijs hebt, als een leraar in het hbo niet denkt, ik ben van de wiskunde,
Of al iets beter, ik ben van de wiskunde en van de didactiek. Maar ik ben ook nog van de samenwerking met andere docenten. En ik ben het met het ontwikkelen samen met studenten en met werkveld. En dat zelf vormgeven. Op het moment dat die zinnen erbij komen in plaats van ik ben alleen van wiskunde, heb je je vak breder gemaakt. Je bent dan ook van samenwerken ineens. Je bent ook ineens van veranderen. Je bent ook ineens van didactiek. Nou, al die dingen waar we het vandaag over hebben gehad, ga het maar gewoon zien als je vak. En het land de blind is toch één oog koning, dus zo erg fout kan je niet doen. En op dat moment word je er ook vrolijk van om die tijd erin te steken. Het tweede stukje is, bouw ook vertraging in en tijdens het werk. Dat is dat vertragen om te versnellen wat daar staat. Omdat in veel van de vraagstukken waar we het net over hadden, die vernieuwend zijn of die complex zijn, zoals bij het Columbusplein, weet je van tevoren niet wat werkt. Dat betekent dat je regelmatig time-outs moet hebben om te denken, wat werkt nou wel, wat werkt dat niet? Moet het plan toch niet anders? Moeten we niet andere mensen betrekken? Kan ik niet wonderlijk en overnieuw beginnen? Maar ook bijvoorbeeld in het gidsen, kan ik er lessen uithalen om anderen te vertellen? Je moet gewoon tijd nemen voor reflecties, om even van afstandje alles rustig bekijken in plaats van doorjakkeren. En eigenlijk, wat ik merk, dat in dit gebied, de mensen die er goed in worden, zijn niet per se de mensen die de meeste talent hebben. Maar zijn de mensen die systematisch gewoon zorgen dat ze tijd maken voor leren in de klus. Dus niet een opleiding, maar ook een opleiding doen we niet tegen. Maar in principe in het werk zelf, aan het Columbusplein bij wijze van spreken, of als radioloog in het ziekenhuis samen met de ICT'er, om te zeggen, zullen we kijken wat werkt? Mag ik de kunst afkijken met jou? Zullen we er wat over lezen? Allerlei leervormen als deel van je werk, niet als luxe naast je werk. En het derde stuk is, ik merk dat bij leren tegenwoordig ervaringsleren erin is en zo. Dus met casussen en de wijsheid zit in de ruimte en allemaal van dat soort dingen. En ik denk, ik wil wel een pleidooi doen voor het echt gebruiken ook van theorie en kennis. Ik zie heel veel vraagstukken bijvoorbeeld rond eigenaarschap of zelfsturing waar we net over hadden of wat dan ook. Waar het streven heel zinnig is. En het is zinnig omdat de ideeën eigenlijk niet eens plat of simpel zijn. Zelfsturing is ingewikkeld. Eigenaarschap is lastig. Op het moment dat je er eigenlijk geen verstand van hebt, vanuit de theorie of vanuit je eigen ervaring de praktijk lessen te oogsten, komen daar gedrochten uit. Zoals bij zelfsturing mensen de ruimte geven. Dat is gewoon een slecht idee. Of bij samenwerking, waar ik nog vaak zie, heldere taken en verantwoordelijkheden. Is gewoon een heel fout idee. Heel veel problemen in organisaties zijn eigenlijk ook ontstaan niet door een gebrek aan managementconcepten, maar door het verkeerd begrijpen van managementconcepten. Dus het derde stuk is, op het moment dat je iets hebt waarvan je denkt, mijn god, wat zouden we eronder verstaan? Wat is eigenlijk eigen kracht in een wijk? Of wat is duurzaamheid? Of wat is zo? Doe aan lezen. En doe aan het onderzoeken van je eigen praktijk. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk, neem je eigen leren serieus. En dan hebben we het hele boek gehad. Het hele boek gehad. Ja. En dan weten we nog lang niet alles. Nee, dan ik denk, volgens mij is er al aangespraken waterval. Ook in een poging dat ik denk van ik wil zoveel mogelijk eigenlijk delen. Maar als het goed is, hoop ik, raakt het genoeg dat mensen denken van, sommige dingen gingen snel, andere vind ik echt heel herkenbaar. Sommige, dit is volstrekt niet waar. En dat, ik hoop dat dat een aanleiding is om te denken, nou, ik ga nog eens even spitten. Dat is eigenlijk de laatste suggestie ook. En eens doorlezen. En vandaaruit is naar mijn praktijk kijken. En te zien of ik er warm genoeg van word om mijn vak er steeds meer van te maken. Ja, want het is een mooi vak. Het is ook een complex vak. En het lijkt zo simpel, maar dat is het niet. Nee, ik ben nooit meer klaar. Je bent er nooit meer klaar. Maar dat is eigenlijk met elk vak is dat denk ik bijna zo. Je bent er nooit meer klaar. Je kan altijd beter worden. En elke situatie is weer anders. De context is weer anders. En het bedrijf is weer anders. En dan is het allemaal weer anders. En dan moet je opnieuw puzzelen en bedenken en doen. Ja, ja. Dat is wel mooi. Toch? Veel nooit. Dacht ik ook. Dank jullie wel.
Dit was deze videocast. Wil je nog meer weten van Hans Vermaak? Hij heeft heel veel boeken geschreven, dus je kunt je helemaal loslezen. Je kunt ons altijd ook een berichtje sturen en dan zorgen we dat dat bij Hans terechtkomt en dan krijg je vast antwoord. Ik dank jullie wel voor het kijken en wellicht tot de volgende keer.